Beste redactie van Woestijnvis. Mijn naam is Niklas Berazzi, ik ben 25 jaar en ik ben systeemingenieur bij VRT. Ik werk als externe, nu ongeveer 2-3 jaar. Ik doe totaal niet toe, maar dan weet je wel wat ik doe. Maar wat doe ik nog in mijn vrije tijd? In mijn vrije tijd ben ik een hele actieve sociale kerel. Ik ben heel actief bij Kazoo, dat is de jongerenvakanties van de CM. Voor de rest ga ik veel weg met vrienden, probeer ik zoveel mogelijk avontuurlijke zaken te doen. En zo ben ik overlaatst gaan skydiven. Kei tof, echt aanrader. Ik zou ook nog heel graag willen gaan bungee jumpen. Maar nu, waarom zou ik eigenlijk moeten meegaan met de mol als kandidaat? Want dat was een van jullie vragen. Overtuig jullie om mij mee te nemen als kandidaat? Wel, ten eerste, ik ben keiharde fan. Ik ben ook een keiharde fan van het gezelschapsspel De Mol. Echt superleuk. En anders kom ik het wel eens bij jullie uitleggen als ik ineens een eerste gesprekje moet doen. Verder heb ik ook nog twee van mijn beste maten gevraagd om kort even te zeggen waarom ik zou moeten meegaan met de Mol. Niklas is competitief, heel intelligent en kan ongelooflijk goed met intriges werken. En bovendien heel aimabel. Ik denk onmiddellijk favoriet van heel tv-kijkend Vlaanderen. Buiten dat Niklas een zotte, vlotte, sociale kerel is en de beste speler van het gezelschapsspel De Mol ooit, zorgt hij ervoor dat iedere groep echt een team wordt. Met de Niklas scoort altijd. Toltje! Zo, hopelijk heeft jullie dat genoeg overtuigd en hopelijk tot snel.